Ja, welkom allemaal. Ik heb een wat aansprekende titel misschien op het scherm gezet. Het einde van de aannemer. Wie voelt zich nu aangesproken? Wie voelt zich aangevallen? Tjeerd, voor de rest zitten er geen aannemers in de zaal? Oké, ook een paar. Ik ga niet heel uitgebreid stilstaan bij wat ik ben en wat ik doe. Ik ga vandaag met u vooral hebben over een van de start-ups waar ik mee bezig ben. Dat is Factory Zero. Factory Zero is een nieuwe start-up die binnen 5 jaar marktleider wil zijn op het gebied van woningmakeovers. Waarbij we eigenlijk niet meer spreken over 0-op-de-meter renovaties, maar we gaan mensen gewoon een nieuw, gaaf, gezond en comfortabel huis geven. Ik doe nog een paar andere dingen, maar zoek u dat zelf vooral op als u op mijn naam gaat zoeken wat ik allemaal doe. Wie was hier vorig jaar ook bij mijn lezing? Oké, dus niet iedereen. Dan weet ik, ja, ik moet even een beetje rekening houden met hoe ik het verhaal een beetje ga opbouwen. Vorig jaar heb ik dit plaatje ook laten zien. Over de koelkast. Weet iemand waar dat over ging? Is er inmiddels iemand bezig met Bosch en een voordeur? Wie is ermee aan de gang gegaan? Niemand. Ik denk dat er een aantal mensen zijn die helemaal niet weten waar ik het over heb als ik deze koelkast laat zien. Nou, ik heb vorig jaar ook uitgelegd, maar ik ga het dit jaar weer doen en volgend jaar misschien ook wel weer. Of dan pakken we misschien wel een ander voorbeeld. Maar de koelkast is een integrerend ding. Met name de deur van een koelkast. De deur van de koelkast die sluit luchtdicht af, is de beste scheiding tussen warmte en kou die we ooit hebben uitgevonden. Je kunt hem met 1 vinger open en dicht doen. Als ik hem open doe, gaat er een lampje branden. En hij gaat echt vaker open en dicht dan een voordeur. En hij kost een fractie van een voordeur. Een complete koelkast kost de helft van de complete voordeur. En die koelkastdeur is een factor 10 goedkoper dan die voordeur. En die technologie is voorhanden. Er is nog echt geen aannemer of andere mensen in de bouw die naar Bosch of Samsung zijn toegegaan met de vraag: kunnen wij niet eens een nieuwe voordeur ontwikkelen? Een voorbeeld van innovatie. Ik zat gisteren bij de mannen van Neefit Bosch en toen hadden we het over een Bosch warmtepompdroger. En daar zit een warmtepomp in. Die kost blijkbaar helemaal niks, want die warmtepompdroger die is volgens mij 100 euro duurder dan een gewone droger. En warmtepompen in een huis, in een woning, die kosten 4, 5, 6.000 euro. En ik begrijp nog steeds niet waarom die dingen zo duur kosten. Dit is een motor van een Fiat 500, die kost 600 euro af fabriek. En die motor is echt veel ingewikkelder dan wat voor installatie wij ook maar in ons huis hebben. Is ingewikkelder dan het complete systeem, huis of wat voor gebouw we dan ook maar hebben. We hebben dus heel veel moeite met innoveren in de bouw. Op een schaal van 1 tot 10 zitten we op min 5. Nou, dat schept ook heel veel kansen, want dan hebben we in plaats van 10, hebben we 15 te gaan. En dat is mooi voor mensen die met innovatie in de bouw bezig zijn. Innovatie in de bouw is ook erg belangrijk, want we staan voor een paar grote opgaves. En als je kijkt naar de arbeidsproductiviteit in de bouw en hoe die de afgelopen jaren is ontwikkeld, dan lopen we echt ver achter op iedere andere industrie. Dat zien jullie hier. Arbeidsproductiviteit is eigenlijk vlak. Andere industrieën zijn alle spullen beter en goedkoper geworden. En ook fors goedkoper. We krijgen dat in de bouw niet voor elkaar. Terwijl we eigenlijk als bouwsector staan voor de grootste maatschappelijke opgaves die er zo'n beetje op deze planeet zijn. We zijn als bouwsector volgens mij zeer maatschappelijk relevant, maar we doen daar eigenlijk niet zo heel veel mee. En om deze grote opgaves op te pakken, moeten we volgens mij op een andere manier gaan bouwen. Moeten we volgens mij betere spullen gaan maken voor lagere prijzen. Nou, dat moeten we ook nog eens doen voor heel veel verschillende mensen. Jullie hebben net hier een debat gehoord. Ik heb het niet echt meegekregen, maar het zal wel weer gaan over wat mensen allemaal niet willen.
Want daar gaat het meestal over. Hè? Mensen willen het allemaal niet en mensen willen helemaal niet verduurzamen. Maar dat komt eigenlijk omdat we daar gewoon domweg de goede spullen niet voor hebben. En we kunnen die spullen ook niet verkopen. We kunnen ook geen spullen ontwikkelen voor verschillende klantgroepen. We weten niet eens wie onze klantgroepen zijn. Sterker nog, we verkopen productiecapaciteit in plaats van producten. En dat moet volgens mij op de schop. We zijn natuurlijk al een beetje mee aan het oefenen. We doen het op dit moment al woningmakeovers, woningrenovaties, nul op de meter. Die na renovatie evenveel energie opwekken als dat ze gebruiken. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ja, zelfs hoogbouw kunnen we al een beetje. Gisteren nog een prijs gewonnen, die club. Maar we zijn er nog lang niet. Als we het voor elkaar willen krijgen, dat particulieren hun energierekening kunnen inwisselen voor een make-over van een huis, zullen we echt nog 30-40% goedkoper moeten gaan produceren. En zullen we het echt 3-4 keer zo goed moeten gaan doen. Niet alleen goed in het product, maar ook goed in de after sales. Want after sales, daar zijn we ook absoluut niet goed in. Hè. We presteren het in de bouwsector om, als we op vrijdag een klacht krijgen, de mensen achter te laten met een straalkacheltje en tegen die mensen te zeggen van bel maandag maar terug, want dan komt een collega die klacht wel oplossen, want ik heb hier de ballen verstand van. Volgens mij moet dat niet kunnen in een sector die zichzelf serieus neemt en een sector die maatschappelijk relevant wil zijn. En volgens mij moeten we dus ook op een andere manier naar die bouwsector gaan kijken en op een andere manier gaan organiseren. We gaan van projecten naar bouwstromen. We gaan van verbeteren, incrementele innovatie, naar echte innovatie. We gaan van Lego naar Playmobil. Ik zal straks laten zien wat dat precies is. We gaan niet meer rekenen op normen. We gaan niet meer voldoen aan de minimale norm, wat eigenlijk heel gebruikelijk is in de sector. Nee, we gaan maximale prestaties beloven. We gaan ook niet meer op de bouwplaats knutselen, maar we gaan in de fabriek spullen maken. En we gaan niet naar duurder als de norm hoger wordt, maar we gaan naar goedkoper als de norm hoger wordt. Of de prestatie-eis, moet ik zeggen. Nou, hoe gaan we dat voor elkaar boksen? We gaan innoveren, we gaan industrialiseren en we gaan op een andere manier dat bouwproces ordenen. En dat nieuwe bouwprocesmodel, die hele nieuwe bouwpraktijk, die is grotendeels gestoeld op industrialisatie. Industrialiseren van het bouwproces, dat klinkt natuurlijk heel eng voor heel veel mensen. Mensen denken van, dan wordt alles hetzelfde. Dat is niet zo. Juist het tegenovergestelde is waar. De nieuwe technologieën, nieuwe smart factories, die zijn juist in staat om mass customization toe te passen. Dus die kunnen juist heel erg klantgericht gaan werken. Kijken we nu even met een bril naar de toekomst, zo'n 10 jaar vooruit. Dan denk ik dat zo'n 70% van wat we nu doen, industrieel gedaan wordt. Klein voorbeeldje hebben jullie al gezien bij de stand van Volker Wessels. Als jullie het nog niet gezien hebben, ga even kijken. Dan krijg je al een beetje een beeld van Lego naar Playmobil. Dat betekent wat voor de top 50 bouwaannemerij, top 25 van de installatiesector. Dit is niet zomaar van de een op de andere dag gebeurd. Daar gaat een flinke tijd overheen. MKB'ers en de lokalere bouwers zullen daar veel minder last van hebben dan de grote bouwers. Of last, het is eigenlijk geen last. Het is denk ik eerder een lust als je in plaats van Lego naar Playmobil mag gaan. Nou, verandering in die bouw is erg ingewikkeld. Dit is die bouwsector en u zit waarschijnlijk allemaal in een van die vakjes. En het kenmerk van die vakjes is dat iedereen in zijn eigen vakje bezig is, zijn eigen taal spreekt en eigenlijk alleen kan interacteren met het andere vakje in termen van transactiekosten. En transactiekosten stapelen door die hele keten heen zorgt ervoor dat we veel te dure spullen hebben en dat iedereen zijn eigen risico's binnen zijn eigen vakje houdt. Dat is best wel problematisch. Want daarmee kunnen we niet betere en goedkopere spullen maken. Daarvoor heb je eigenlijk een ander model nodig. Nou, dat is dit model. Ik denk dat u nu denkt van, wat is dit ingewikkeld? Wat ziet dat er ingewikkeld uit? Dat is het niet. Want ik kan u binnen 3 minuten uitleggen wat dit model ongeveer is. U ziet in ieder geval in het midden de OEM. Dat is de Original Equipment Manufacturer.
Dat is het merk, dat is de merkgever, dat is de garantiegever, dat is de partij die echt op zoek gaat naar nieuwe spullen diep in het netwerk, het supply network. Om u een beetje te illustreren hoe dat zich verhoudt tot nu. Hè, dit is de bouwsector nu. En we hebben daar adviseurs, architecten en bouwmanagers. Ik weet niet, zitten van dat soort hier in de zaal? Architecten, ja, steek maar op hoor. Mag best handen, ja, oké. Okay. Ik bedoel, als ik weet dat er mensen in de zaal zitten, dan ga ik er niet al te nare dingen over roepen. Die overbruggen eigenlijk de kloof tussen de spulletjes en de klant. En die gaan op zoek naar de beste spullen en op zoek naar de beste scores van die spullen. En die gaan ze in elkaar klussen. En wat er dan gebeurt is dat we allemaal producten op elkaar stapelen. En dat bij elkaar opgestapelde ding is dan het huis of het gebouw. En we hebben ook een wet- en regelgeving met allemaal puntjes en labelpunten, EPC-punten. En hoe meer punten je bij elkaar sprokkelt, hoe duurzamer het gebouw is. Hoe energiezuiniger die is en hoe duurzamer die is in materiaalgebruik. Nou, zo werkt het natuurlijk niet. Als we op die manier een auto zouden maken of als de bouw een iPad zou maken, dan zou die groter zijn als die tafel. He, we kunnen dus niet op een systemische manier naar gebouwen kijken, omdat we dat niet integraal doen. We doen eigenlijk dit. Hè? We kennen de concepten wel, maar we kunnen dat niet echt heel integraal op een hele slimme manier gaan modificeren naar een bruikbaar product. Dit kunnen we ook niet. Hè? We kunnen ook niet goedkopere spullen maken naarmate we er meer gaan maken. In de bouw, jullie hebben net die lijn gezien van die arbeidsproductiviteit, die is vlak. Dat betekent dat er vrij weinig gebeurt met de prijs. Als we gaan industrialiseren, dan hoe meer we er gaan maken, hoe goedkoper het product wordt. Dus dit heeft met elkaar te maken. Nou, die OEM, Factory Zero, is dus een OEM. En die gaat op zoek naar wat klanten willen. Dus op zoek naar misschien wel wat klanten niet willen. Want dat is eigenlijk nog veel belangrijker om te weten. Als je weet wat de antivraag is, kun je daarop anticiperen. Steve Jobs die heeft uitgezocht dat mensen apparaten willen met heel weinig knoppen. Dus heeft hij een apparaat laten bedenken met één knop. Als je dat weet, kun je andere concepten gaan maken. Wat de OEM ook doet, is heel diep het supply network in. Die gaat tot aan de basisgrondstoffen toe. We zijn met BASF bezig om na te denken over compleet andere materialen, compleet andere productietechnologieën, die weer leidt tot een hele andere manier van denken over gevels. Een hele andere manier van denken over gevelafwerking. En dus ook ervoor gaat zorgen dat dat en masse industrieel geproduceerd kan worden. Dit is ook hoe die toeleverende industrie die speelt natuurlijk een ontzettend belangrijke rol in het bedenken van nieuwe producten. Wat er op dit moment gebeurt is dat we de catalogus gebruiken van een toeleverancier om op te zoeken wat we in ons concept willen. En eigenlijk moet het omgedraaid worden. Hè? Dat is allemaal push innovatie van die toeleverende industrie. Wij draaien het om. We zeggen van nee, wij willen pool innovatie. Wij willen gaan vragen aan die toeleverende industrie om andere spullen voor ons te maken dan wat nu in die catalogus staat. En dan gaan ook verticaal die bedrijven bij elkaar brengen, zodat ze hun producten gaan integreren. Dan heb je het dus ook niet meer over keten en over ketensamenwerking, maar dan heb ik het dus echt over een netwerk. Dus heb ik het niet over een supply chain, maar over een supply network. En dat is echt wat anders dan een keten die achter elkaar zit en achter elkaar sequentieel dingen aan het doen is. Dus interactie tussen die partijen. Wat ik net ook al zei, we gaan van Lego naar Playmobil. Dat is echt wel een verschil. Er komen straks kant-en-klare spullen op de markt die eigenlijk alleen maar nog maar geassembleerd hoeven te worden op de bouwplaats. Kleine indruk, een klein filmpje hoe dat er in de praktijk op dit moment uitziet. Generatie 1, ik ga u straks wat meer vertellen over generatie 1 ontwikkeling en generatie 2 ontwikkeling. Wat u nu ziet is generatie 1. Als het goed is, dan is dat een heel snelle impressie van een 0 op de meter renovatie in Nieuwbuinen.
En wat u hier ziet is een make-over van een huis in één dag. En die is dan ook nog eens een keer toevallig nul op de meter. En hij was afgelopen zaterdag ook nog op kassa. Dus hij heeft alle bekendheid wel ongeveer gehad, deze renovatie. Eén dag renovatie, nul op de meter, prestatiegarantie erbij. Wij gaan met Factory Zero eigenlijk nog een stap verder. Omdat we de overtuiging hebben dat we het nog lang niet goed genoeg doen. We willen dus van die eerste generatie de stap maken naar de tweede generatie. En dat gaat dus ook over een compleet andere schaal. Ik ga u nu een wat ingewikkelde tabel laten zien. Die moet u niet helemaal gaan lezen. Het is alleen om u een indruk te geven dat ik erover nagedacht heb. Ik ga een aantal issues van die eerste generatie en die tweede generatie met u doornemen. Als eerste de industrialisatieschaal. Als we het met de bouwers van de stroomversnelling hebben over schaal en over industrialisatie, hebben zij het over 800 tot 1000 woningen per jaar die uit een fabriek rollen. Met Factory Zero hebben we het over een fabriek waar 8000 tot 10.000 eenheden per jaar uit rollen. Dus een compleet ander schaalniveau. Partnering gaat niet over inkopen. Partnering gaat over bedrijven die je bij jouw concept zoekt. Die je uitzoekt niet op basis van de spulletjes die ze hebben, maar op basis van de technologie en de competenties die ze in huis hebben. En de bereidheid om een R&D-mensen in te zetten in de ontwikkeling van hele nieuwe componenten. Factory technologie, het gaat niet om CAD-CAM oplossingen, het gaat veel verder dan BIM. Het gaat echt over robotica, 3D-printing, nieuwe productietechnologieën in een fabriek aan een lopende band. En het liefst ook nog een lopende band waar verschillende partners hun stukje lopende band hebben. Installaties, we zijn op dit moment bezig met compleet nieuwe installaties. Volker Wessels is eigenlijk al een beetje daarmee begonnen. Hè. Die hebben in een nul op de meter concepten echt een hele nieuwe manier van denken zitten over installaties. Ik ga echt nog een stap verder met Factory Zero. Als we de installatie van Volker Wessels even de metafoor daarop loslaten van Steve Jobs, die zijn eerste iPad kreeg, die zijn engineers en zijn innovators ontworpen hadden, die gooiden die in het aquarium. En hij zei vervolgens tegen zijn mensen van, moet eens kijken hoeveel luchtbellen er nog uitkomen. Hè, dit ding kan echt veel slimmer in elkaar gezet worden. Dat geldt voor installaties ook. Dus je ziet hoeveel componenten, hoeveel producten er met interfaces aan elkaar geknoopt moeten worden. Spullen die bij elkaar in één kast zitten, die allemaal een verschillende voeding hebben, verschillende interfaces hebben, een gedesigneerde kast eromheen hebben. Als je dat spul allemaal uit elkaar haalt en je gaat zo'n kast weer opnieuw in elkaar zetten, dan ziet hij er echt compleet anders uit. En kun je ook weer op een andere manier gaan dimensioneren. En dan hebben we dus echt over compleet nieuwe technologieën. Ik zei het net al, de focus is niet op projecten. Dat gebeurt nu binnen de stroomverstelling ook nog heel erg. Hè? We gaan van project naar project. Het gaat over bouwstromen. In een fabriek. Die werkt continu 24 uur per dag door. En daar komen producten af die geplaatst worden in een willekeurige stad. En iedere dag gaan die ploegen, of iedere week, of hangt er helemaal vanaf hoeveel per stad of per straat gemaakt gaan worden. Dan de kostprijscurve. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Hè? We zien dat die eerste generatie, die gaat nooit het niveau halen waarop we bij een particulier de energierekening kunnen inwisselen voor een make-over van je huis. Gemiddelde energierekening, €175, is €45.000 waard. Dus moet de prijs van zo'n make-over ongeveer die prijs zijn. He, dus mensen moeten hun energierekening in kunnen wisselen voor zo'n make-over zonder dat ze daar last van hebben. Zonder dat ze het gevoel hebben ook dat ze een hele zware lening zijn aangegaan. En dat kan ook gewoon met vormen van objectgebonden leningen, waarbij mensen niet meer persoonlijk lenen, maar waarbij de lening wordt gekoppeld aan het object. Die kostprijscurve die begint bij de stroomversnelling af te vlakken. Die gaat ook afgevlakt worden, die eerste generatie. Daar zit lang niet genoeg massa en schaal achter om die prijskostencurves te halen die jullie net hebben gezien. Dat heeft dus alles te maken met die fabriek. Dat heeft dus alles te maken met die grote schaal waarop we gaan produceren.
Nou, als je zo kijkt naar een innovatieagenda, naast Factory Zero ben ik dus ook bezig met een aantal innovatiesporen uit te zetten. We hebben zojuist onder de vlag van Building Holland Innovation hebben we dit pamflet overhandigd aan de directeur-generaal van Economische Zaken die over de bouw en innovatie gaat. En eigenlijk kan wat ik net verteld heb niet zonder die innovatiesporen die we hierin beschreven hebben. Innovatie in de bouw wordt op dit moment echt aangevlogen vanuit de problemen. Hè. Zo is eigenlijk ook Energiesprong ontstaan. Zo zijn we ook gaan nadenken over die nul op de meter huizen. We konden niet uit innovaties gaan tappen. Vandaag doet de letter T het niet zo goed. Maar ik ben bijna aan het einde, dus je hoeft zich geen zorgen te maken. Normaal gesproken, als dit aan het begin van de presentatie is, dan zou het maar zo kunnen dat we een half uur uitlopen. Dat gaat vandaag niet gebeuren. Maar we hebben dus een innovatieagenda gemaakt die eigenlijk bepalend is of zo'n Factory Zero en Factory One en Factory Two en andere factories in de wereld kunnen bestaan. En als je dan naar een innovatieagenda kijkt, dan is niet zozeer de korte termijn belangrijk, maar dan moeten we veel meer kijken naar het kiezen van de goede richtingen. Want je hebt maar zo een locked-in te pakken. We hebben bedacht met 7 innovatiehubs dat we innovatiesporen moeten hebben. We moeten een innovatieagenda hebben in de bouw waar 7, 8 innovatiesporen zitten waar we langjarig met de hele sector aan gaan trekken. En die innovatiesporen zijn voedend voor de opgaves die er liggen. Die grote opgaves waar ik het net al over heb gehad. En als je daar een plaatje van schetst, dan ziet het er zo uit. Als je dit, het lijkt een heel ingewikkeld plaatje, maar dat is echt ook weer niet zo heel veel rocket science. Wat we nu in de bouw veel doen, institutioneel, hè, met overheid en Bouwend Nederland en dat soort clubs, we zijn allemaal bezig met die opgaves. En we denken dat we innovaties moeten bedenken rondom die opgaves. Maar die opgaves zijn eigenlijk helemaal niet zo relevant, want we moeten ook weer oplossingen bedenken voor problemen die we hebben over 2, 3 en 10 jaar. En daarvoor is eigenlijk veel belangrijker dat we met die innovatiesporen aan de slag gaan. Dat we gebruik maken van wat er buiten de sector gebeurt. Buiten de sector zitten heel veel autonome innovaties die we kunnen gaan inzetten om samen met die innovatiesporen, samen met die maatschappelijke vraagstukken en die klantvraag, nieuwe oplossingen te bedenken voor morgen en overmorgen. En dan gaan we die opgaves natuurlijk wel clusteren en dan hebben we het over transitieclusters. Dat is eigenlijk een hele andere benadering van een innovatieagenda dan we tot nog toe kenden. De innovatieagenda, de transitieagenda die we nu aan het maken zijn, die gaat daarover. En dan komen we dus nooit bij die slimme fabriek. Dan komen we nooit op het niveau waarop we met Factory Zero willen staan. En ik zeg niet dat we daar met Factory Zero niet komen, want wij gaan die innovatiesporen gewoon toepassen. We gaan die gewoon zelf ook ontwikkelen. Maar ik denk, als we echt die beweging willen maken en we willen echt het einde van aannemen, laat ik het maar even zo uitdrukken, hè. Dus laten we zeggen, niet het einde van de aannemen, maar wel het einde van de aannemerij. We willen eigenlijk een hele nieuwe entiteit in het leven roepen, de OEM. Dan hebben we deze innovatieagenda nodig. Deze innovatieagenda die kunnen jullie ook gewoon downloaden, neem ik aan. Die is ook gewoon te krijgen. Lees dat eens allemaal door. En ik hoop dat we deze richting op kunnen in de bouw. Als laatste, ik krijg natuurlijk best wel heel veel vragen over de ideeën die ik heb, over de theorieën die ik heb opgezet. Dat is ook de reden dat ik het nu gewoon zelf ga doen. Hè. Ik bedoel, er stond ooit een aannemer, ik was in Drenthe, Assen, Bouwend Nederland. En er stond een Drentse aannemer op. En die zegt van, je zult wel ontzettend, ik zeg het even in Achterhoeks. Ik ken geen Drents. Ik weet niet of er iemand is uit Drenthe. Is er iemand uit Drenthe toevallig? Niet. Oh, opmerkelijk. Hij zegt van, ja, je zult wel ontzettend rijk zijn.
als je het allemaal zo goed weet. En ik denk van ja, dat is misschien wel zo, ik hoef niet rijk te zijn. En er moet toch iemand zijn die dat verhaal ook brengt. Maar het is wel een reden dat ik denk van ja, wie gaat het nou doen? Wie gaat deze beweging in gang zetten? En ik denk dat Factory Zero een next step is naar de beweging die de bouw nodig heeft om maatschappelijk relevant te zijn. Om niet meer onderdeel te zijn van het probleem, maar onderdeel van de oplossing. Daar wou ik het bij laten.